Lisli Brandt is voor haar studie naar Tilburg verhuisd, maar door haar ziekte wordt het voor haar steeds lastiger om mee te doen aan de maatschappij. Om haar leven een stukje makkelijker te maken, heeft ze eigenlijk een assistentiehond nodig. Maar dat is nog niet zo makkelijk geregeld. Ik uh, denk dat een assistentiehond mij heel erg uh, kan helpen om mijn leven weer uh, wat meer op te pakken. Om weer meer te kunnen doen. Um, en daarom uh, ben ik een crowdfunding gestart. Want assistentiehonden worden in Nederland helaas voor psychische problematiek niet door de zorgverzekering vergoed. Er zijn sommige gemeentes die daar vaak moeilijk over doen. Ik kan niet meer werken, ik kan niet meer studeren. Um, maar dat zijn voor mij dan zeg maar nog hele grote dingen. Want iets als naar de supermarkt gaan, kost al superveel energie. Um, en ook iets als het douchen is voor mij echt nu een hele grote opgave geworden. Dus uh, ja, mijn leven is eigenlijk heel beperkt geworden daardoor. Een hulphond zou dus heel erg welkom zijn, maar er zit wel een prijskaartje aan van 19.000 euro. En dat is natuurlijk echt heel veel, dat heb ik niet. Um... En daarom hoop ik uh, met een actie het geld op te kunnen halen. En ik hoop ook de gemeente Tilburg toch te kunnen stimuleren om beter uh, of nog een keer te gaan nadenken. Om misschien toch um, assistentie te gaan vergoeden voor mensen met psychische problematiek. Omdat dat zo belangrijk is. En omdat uh, het mij nog enigszins lukt om een crowdfunding op te zetten. En ik heb ook een video gemaakt. Maar ik weet ook dat er mensen zijn voor wie dat echt niet mogelijk is. Dus um, stel de gemeente besluit toch om mijn assistentiehond te vergoeden wat ik echt hoop, dan gaat het geld wat ik op heb gehaald naar iemand anders uh, waarbij de gemeente nee blijft zeggen. Maar het houdt hier niet bij op. Omdat ze weet dat veel mensen tegen dit probleem aanlopen, vraagt ze niet alleen 19.000 euro voor zichzelf, maar ze vraagt dan 30.000 euro voor de stichting die de hulphond opleidt. Zo hoopt ze, behalve zichzelf, ook nog andere mensen te helpen die vanwege psychische problemen een assistentiehond nodig hebben. Ja, dat raakt mij gewoon heel erg, omdat uh, ja, je bent al ziek en dan heb je iets gevonden wat je kan helpen. En dan is dat ook nog uh, weer iets wat niet zomaar kan en waar je, je echt voor in moet zetten. Als mensen nou uh, mij willen helpen met het bereiken van dit doel, dan kunnen ze geld doneren. Of misschien hebben ze een ander idee waarmee ze me kunnen helpen. Dan kunnen ze me altijd bereiken. En mocht nou iemand van de gemeente dit zien en denken, hé, hey, ik wil hier toch eens beter over nadenken, dan kun je altijd bij mij terecht voor vragen.